Maren, goedemiddag. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik Ido Ambacht. Dag Maren, ik zou jij nog eventjes terugbellen. Jij viel mij op natuurlijk op LinkedIn. En op het moment dat ik mogelijkheden zie... En op het moment dat ik zie van, hey, daar kunnen we wat mee... Ja, dan kom ik natuurlijk met jou in contact, hè? Hey, Maren, als allereerst wil ik je bedanken voor je vertrouwen en je tijd. En dit gesprek is bedoeld om elkaar wat beter te leren kennen. Ik ga je voeden met ontzettend waardevolle en vertrouwelijke informatie. En binnen een paar minuten komen wij achter of dat wij een match hebben. En hebben wij een match, dan gaan we de toekomst en de vervolgstappen doornemen. Hebben we geen match, Maren... Even goede vrienden. Zullen we dat afspreken? Super. Maren, stel, ik heb jou alles laten zien. Wij hebben wel een match. Laten we even een sprong in de toekomst nemen. We hebben wel een match en we gaan samenwerken. Want ik heb jou alles laten zien. Ik ben transparant naar jou toe geweest. Voorwaarden, alles klopt. Wij zijn beide vier handen op één buik, zeg ik altijd. En we gaan de markt in, mouwen oprollen. We gaan zaken doen. Dan is mijn eerste vraag, vanaf welk bedrag... Kunnen partijen bij jou terecht voor jouw coaching en training dienstverlening? Mm-hmm. 1500. Mm-hmm. Precies. €500. Dus we hebben twee pakketten. Pakket van €500 en een pakket van €1500. Die gaan we in de markt zetten. Nou is mijn vraag, Maren, €500 pakket. Hoeveel uur? Wat heb je daarvoor nodig? En kun je dat alleen maar één op één? Of kun je één op meerdere? Hoe moet ik dat zien? Oké. Okay. Ja, dat is ontzettend belangrijk, want zelfs de rijkste man in de wereld, die heeft 24 uur in de tijd, maar die weet heel goed zijn tijd te besteden door andermans tijd te kopen. Precies. Ja. Maar voor €500, hoe lang ben je bezig met zo'n cliënt? Dus in feite is het 5 uur. En €1500? €1200. En dat is ook in 5 weken tijd. Oh, 3 maanden. Oké, okay, die ene is 5 weken en deze is 3 maanden. Ik maak even notities, want dan hebben we een beetje een beeld van hoe en wat. Hoe ziet jouw dienstverlening eruit? En Maren, mijn vraag is, gezien jouw huidige agenda-omstandigheden. Nou is het niet de bedoeling dat we jou in de burn-out gaan werken, want daar hebben we helemaal niks meer aan, Maren. Maar gewoon, wat zou jij aankunnen? Laten we eens met die kleintjes beginnen. Per maand. Wat zou je überhaupt aankunnen? Nee. Zeker weten. Is het een realistisch beeld als we zeggen van, nou ja, aangezien jij er 5 uur mee bezig bent en dat duurt 5 weken. Als we gewoon eens schatting maken van 2 in de week. Dat is toch wel te doen, kleintjes, hè? Ja, toch? Dan ga jij niet stuiteren en zeggen, Robert, nou stop ik ermee, ik doe nooit meer wat. Nee. 2 in de week. Dus dan praten we 8 in de maand. Dus dan praten we over een potentieel van €4000 in de maand. €4000 in de maand. En dan
puur alleen op die kleintjes. En laten we nou eens zeggen, we hebben er ook twee grote bij. Dus dan hebben we twee grote erbij in de maand. Dat is eentje in de twee weken. Want dan ga je waar de grote zijn, zijn er ook kleintjes. Waar de kleintjes zijn, zijn er ook grote. Zo ingewikkeld is dat allemaal niet. Maar dan praten we over nog 3000 additioneel erbij. Bij elkaar opgeteld praten we dan over een potentieel van 7000 euro per maand. Ja, ik hou van rekenen. Ik ga je precies vertellen waarom. Ja, ik ook. Ontzettend belangrijk, want als je dit niet in kaart brengt, dan weet je ook niet waar je naartoe moet. Sterker nog, je weet ook niet wat je moet gaan doen om dit te bereiken, want je hebt het niet in kaart gebracht. Dus het is ontzettend belangrijk. Maar goed, laten we nou eens gewoon realistisch blijven en we zeggen, joh, we gaan van de komende 12 maanden gaan we daadwerkelijk 10 maanden werken. Ja? Want je hebt altijd kerst en oud en nieuw, een beetje zomervakantie, je weet nooit wat er tussendoor kan gebeuren. Dus dan is een potentieel van 70.000 euro in de komende 12 maanden. Uiteraard hebben we dat in 10 maanden binnengehaald. Maar 12 maanden arbeid. 70.000 euro in de komende 12 maanden, Maren. Dat is hoop geld. Nu is mijn vraag. Ik heb jou verteld dat mijn organisatie en ik werken op no Q&A basis. 3% van je kwartaal omzet. Alleen wanneer er groei is. Dus wordt wit op papier. Geen verrassingen. Iedereen weet waar hij aan toe is. En stel je voor dat wij dit gaan doen. Mouwen oprollen. De markt in. We gaan die 70.000 euro binnenhalen. Omdat we heel veel mensen willen helpen met jouw dienstverlening. Haal ik dan brood van tafel bij jou als ik naar die 3% vraag? Nee? Dan ga jij met je smile op je gezicht aan mij betalen? Het is wel belangrijk om te weten, hè? Dus als wij naar 70.000 plus kunnen gaan groeien, zeg jij, Robert, 3% is voor jou no big deal. Iedereen happy de peppy en we gaan dit doen. Oké? Nou, dan hebben we tot zover een match maar in. Dat was voor mij belangrijk om binnen in ieder geval 10 minuten om te kijken van, hey, voor dezelfde geld zeg je nou, ik betaal jou geen cent. Ja, dan zijn wij natuurlijk uitgepraat, want dan kan ik niks voor jou en jij niks voor mij betekenen. Maar goed, Maren, ik ga je een klein beetje over mezelf vertellen. In de afgelopen 25 jaar doe ik niks anders en ik heb nooit wat anders gedaan dan bij grote bedrijven, kleine bedrijven, verkoopprocessen, marketingprocessen zodanig in elkaar zetten dat het draait als een Zwitsers uurwerk zonder dat je daar op marketing en advertising erop leeg loopt. Want dat is natuurlijk ook nog een optie, hè. Je kunt net als Zalando, kun je de grootste webshop van Europa worden, maar daar heb je 10 miljoen per jaar voor nodig, by the way. Dat hebben we niet. En overal waar ik kwam, zei ik, joh, we beginnen van ground zero, 0 in de bank, 0 in je portemonnee. Daar gaan we vanuit. Je hebt centen niet nodig. Het enige wat je nodig hebt is arbeid, strategieën en systemen die elkaar overlappen. We gaan de markt in, eat what you kill. Dus dat is een zekerheid van mijn verhaal. Als wij dit gaan doen, Maren, dan heb ik jouw inzet, heb ik jouw commitment nodig. We moeten elkaar vertrouwen. We moeten weten wie wat doet, wat is jouw verantwoordelijkheid, wat is mijn verantwoordelijkheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En de snelste manier om dat voor elkaar te krijgen is, ik wil jou graag uitnodigen voor een proefsamenwerking sessie wat wij gaan doen. Want wij werken namelijk op Skype, wij hebben een online kantoor, daar werken wij van maandag tot en met vrijdag, van 's ochtends 9 tot 's middags 12 en 's middags van 1 tot 4 uur werken wij met diverse ondernemers. En mijn team is daar ook bij van tijd tot tijd. Wat ik jou daar ga laten zien zijn een aantal hele fascinerende en ontzettend belangrijke zaken voor jou als ondernemer. Ik ga jou namelijk laten zien hoe wij voor elkaar kunnen krijgen om 5 tot 7 gekwalificeerde afspraken per uur krijgen. Ja? Hoe we dat voor elkaar moeten krijgen. En wat ik je ga laten zien hoe we een systeem gaan ontwikkelen uit diverse strategieën waardoor we 10, 20, 30 of zelfs meer cliënten, klanten, kopers per week gaan realiseren. Vanuit daar heb ik al jouw vragen beantwoord.
vanuit daar weet jij precies, hey, wie ben ik, wat doe ik, vertrouwen is er. Vanuit daar gaan wij naar de next level en dat is, we gaan natuurlijk praten over de overeenkomst. En andere zaken die erbij komen kijken. Goed, alles wat jij die ochtend of die middag, of misschien blijf jij bij mij heel de dag, zeg je Robert, ik vind het zo gezellig bij jou, mag ook. Alles wat jij die dag ziet, leert, meekrijgt van andere ondernemers, enzovoort, enzovoort, mag je van mij houden. Ongeacht of dat wij zaken gaan doen of niet. Ongeacht wat er ook gebeurt, je bent niks verplicht. Ik ga je niks verkopen, het valt niks te kopen. Dus het is puur vertrouwen, transparantie en dat jij weet, hey, dit gaan wij doen in de komende 12 maanden om die 70.000 plus binnen te halen. En zo gaan we het doen met deze strategieën en met dit systeem. Zodat de rest van jouw ondernemerscarrière eigenlijk geschiedenis is. Want dit wordt een eye-opener. Ben jij open-minded om hier aan deel te nemen? Om dat te zien, proeven, ervaren, ruiken enzovoort. Oké, dan gaan we agendas erbij pakken. Het enige wat ik jou ga vragen is dat jij een geheimhoudings ondertekent. Want dat is my bread and butter, zoals dat heet. Dus dat wil zeggen, alles wat je daar hoort, ziet, meekrijgt, mag je van mij houden. No big deal. Het enige wat je niet mag doen is delen online of offline. Of bepaalde stukken waar je inzicht in krijgt, gaat verkopen. Want dat staat namelijk de doodstraf op, want dan kom je in mijn vaarwater. En daarmee beschermen we onszelf. Beschermen we onze ondernemers die met ons samenwerken en jou ook. No big deal, maar gewoon dat je weet van tevoren waar je aan toe bent. Als je bij Coca-Cola binnenkomt of met Apple zaken gaat doen, dan zeggen ze gelijk bij de ingang al tekenen voordat je kijk in de keuken krijgt. Zodat je niks naar buiten mee kan nemen. Dus zo moet je dat zien, Maren. Ik zie een match. Ik zie mogelijkheden. Ik denk dat wij nog veel meer dan dit kunnen. Maar goed, groot denken, klein beginnen. Hoe is je gevoel tot zover? Nou. Nee, maar dat is belangrijk. Als je gevoel goed is, dan dat is die van mij ook. En daarom tot zover hebben we een match. Ik zou zeggen, Maren, pak je agenda. Wij gaan dat in orde maken. De komende weken zitten we een klein beetje vol, want wij zijn druk. Er zijn meer ondernemers die we moeten helpen. Dus hoe zit jij? Volgende week is de week van, pak een beetje, dat wordt de week van de 7. En daarna gaan we naar de week van de 14. Heb jij, wacht even hoor. Je zou. Je zou. Kan jij überhaupt volgende week? En anders wordt het de week erop. Als dat makkelijker is. Het beste is 's ochtends van 9 tot 12. Want dan ben je lekker fris, fruitig, wakker. En dan ga je de meeste meekrijgen. 'S middags kan ook. Ook geen enkel probleem. Maar middag is al eind van de dag. En aangezien er veel informatie is, veel inzage, kun je al een beetje wegkakken. En dat willen we niet. Volgende week woensdag of donderdag. Dan praten we over. Tien is beter, donderdag. Ja? Woensdag 10 september. Of sorry, donderdag 10 september. Van 9 tot 12. En wat ik ga doen, ik ga jou voor 8 uur vanavond, ga ik jou alle aanvullende informatie over die donderdag en wat strategieën wat we door gaan nemen, geheimhoudingverklaring krijg jij van mij. En dan hebben wij contact nog voor die tijd. Via e-mail, telefoon of wat dan ook. Ik stuur jou na het weekend ook nog even een herinnering dat je dat zeker weet. Niet vergeten.
jij staat er bij mij in. Jij bent mijn gast die ochtend. En ik sta ook in jouw agenda. En ik kan niks anders zeggen dan ik kijk er naar uit om volgende week donderdag een proefsamenwerking met je te draaien. En vanuit daar dat we samen gaan werken de komende tijd om verschil te gaan maken in de markt. Ja. Goed zo. Ja. Nou, hartstikke mooi, Maren. Ik wil je bedanken voor je vertrouwen en je tijd. Jij hoort van mij en we spreken elkaar snel. Gaan we doen. Groetjes. Hoi, hoi.